In een praatje met vandaag Alex Garst. Alex, we gaan praten over dansen. Waarom ben je dansleraar geworden? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Nee, ik ben dansleraar geworden omdat ik er eigenlijk een beetje ingerold ben. Ik wilde helemaal niet op dansles. En ik had twee vrienden. En die twee vrienden, daar liep ik iedere avond hier langs in Vlaardingen, de dansschool. En hun deden toen iets van handelskennis en ik deed iets van economie. En toen zei een van die vrienden van, in de inschrijvingsperiode, liep er toevallig hier langs. Toen zei hij tegen me, zullen we op dansles gaan? Toen heb ik eerst gevraagd of hij wel goed bij zijn kanariepiet was. Want dat deed je niet als een jongen zijnde. En als vent helemaal niet. Nou, dus, dat niet. De week daarna, weer hier langs. Wel naar binnen. Ik zei, nou, ik wil mee naar binnen. Ik zeg, maar dan houdt het ook op ook, hè. Nou, en ik kwam binnen en die jongens die werden ingeschreven. En hij pakte een formulier erbij. Mijn latere collega Wim Hogewerf. En hij pakte een formulier erbij en hij zegt tegen me, Alex Garst. Hij zegt, Van der Heimstraat, 35. Ik zeg, ho. Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, nou, jij komt toch ook inschrijven? Ik zeg, nee hoor. Ik zeg, helemaal niet. Ik zeg, maar hoe weet jij al mijn gegevens? Nou ja, puntje bij paaltje bleek dat zijn moeder en mijn moeder, dat waren vriendinnen. En die kwamen elkaar regelmatig tegen op de bijeenkomsten van de andere vriendinnen enzovoort. En daar was hij ook een paar keer bij. En ik ook, maar alleen, we herkenden elkaar helemaal niet. Nee. Nou ja. Je kwam terecht bij de dansschool Sitton. Wat waren die eerste ervaringen? Geweldig. Dat is iets wat, er ging voor mij een hele wereld open. Want ik dacht op een gegeven ogenblik van, dat ik dit niet jaren en jaren en jaren eerder heb gedaan. Maar ja, goed, dat is wel iets wat ik nu gebruik naar alle mannen toe die bij mij op dansles komen. Ja. Even de periode waarin je begon. Wat was dat voor tijd? Zou je dat kunnen omschrijven? Ja, dat was een klein beetje de periode 70e jaren. Begin 70e jaren. Nou, dat was natuurlijk heerlijke muziek in die tijd. En ja, dat betekende op dat moment dansen. Ik ging heel veel dansen. Bij Hotel America in Hoek van Holland kwam ik heel veel. Alleen ik dacht dat ik kon stijldansen. Dus ik deed van alles, maar het was alleen geen stijldansen. Dus ik kwam in het begin hier nog aardig in de problemen ook. Je hebt een opleiding ervoor gevolgd. Wat leer je dan precies? Ja, dat is een hele uitgebreide opleiding. Die gaat voornamelijk in de Engelse taal. Dus het is natuurlijk een vaktaal die je gebruikt. Je leert methodiek, didactiek. Natuurlijk de omgangsvormen zijn verplicht vakken. Muziek is natuurlijk een verplicht vak. Tegelijkertijd natuurlijk de techniek van het dansen in zijn algemeenheid. Nou ja, dat is ongekend. Het is allemaal stampwerk en natuurlijk daarnaast moet je laten zien wat je in principe zelf opleest. Moet je kunnen laten zien en je hebt natuurlijk ook nog een stukje eigenwaardigheid nodig. Nou moet je dansles geven aan andere mensen. Hoe draag je dat nou het makkelijkste over, die kunst? Ja, ik vind wel zoiets moet je wel hebben van jezelf. Ik ben van mening dat als leraar zijnde, in welke vorm dan ook, kan je niet zomaar allemaal leraar zijn. Iedereen kan zijn verhaaltje vertellen. Maar het is natuurlijk wel je moet iets kunnen overbrengen waarop de mensen het kunnen verhappen en in stukjes kunnen hakken voor zichzelf, zodat ze kunnen stellen van oké, ik begrijp wat hij bedoelt. En als je dat dan een klein beetje in de jus brengt, ja, dan zorg je er ook nog eens een keer voor dat de mensen het leuk vinden. En ik denk dat dat het succes van mijn vak is. Je kreeg met collega's te maken. Met wie heb je in het begin allemaal gewerkt? Ik heb gewerkt natuurlijk met John Segaar, met Hans de Heer, met Wim Hoogwerf, Harm Bons, mijn vrouw Irma. Dat waren dan eigenlijk de leraren. En Wil en Kees natuurlijk, ja. Sitton. Hoe was die sfeer in het begin onder elkaar? Ja, waanzinnig leuk. Wij hadden een heel hecht team. En ik zal natuurlijk de laatste zijn die zal zeggen dat er nooit wat was natuurlijk. Maar we hadden gewoon een heel leuk team met elkaar. We konden vreselijk lachen met elkaar. En alles wat we deden, deden we ook met elkaar. Behalve als je op locatie was, want we zaten natuurlijk toen op verschillende locaties. Nou hadden jullie allemaal natuurlijk een assistente. Jij bent gelijk met Irma gaan dansen. Nee, ik ben eerst met Christa gaan werken. Want Irma die zat toen de tijd op CIOS en die maakte haar opleiding af. Dat wilden wij zelf allebei graag. Dus ik ben met Christa gaan werken en dat was heel goed ook. En daarna ben ik met Irma gaan werken. En ik heb ook nog Annerieke gehad in de periode dat Irma in verwachting was. Ik heb allerlei inval. Ik heb verschillende mensen eigenlijk gehad. Dat klinkt een beetje banaal trouwens.
Nou is het zo dat dat in principe 's avonds werd gegeven, dansles. Wat deden jullie dan overdag? Ja, overdag was hoofdzakelijk kantoorwerk. Kijk, onze dagtaak die lag enigszins verschoven natuurlijk ten opzichte van een normaal proces van 9 to 5. Hè. Ik bedoel, wij werken natuurlijk tot in de late uurtjes. En eer dat je dan op bed legt, dan is het ook op zijn vroegste 1:30, 2 uur. En soms werd het nog zelfs wel eens een keer wat later, als het zich wat gezelliger was. Ja, en dan puntje bij paaltje, als het klokje van gehoorzaamheid kwam, ja, dan moest je toch wel om 1 uur gaan beginnen 's middags. Nou, dan zaten we 's middags op kantoor, deden we alle werkzaamheden, voorbereidingen, noem maar op, vergaderingen. En dan 's avonds hop, naar de locatie. Nou, werd er uiteindelijk uitgebreid naar Vlaardingen, naar Maassluis. Waren jullie de eerste die naar Maassluis gingen? Nee. Wim Hogewerf was de eerste die naar Maassluis ging. Die heeft daar 1 of 2 avonden, moet ik even loslaten, maar in ieder geval 1 avond is hij daar begonnen. En daarna, omdat Wim natuurlijk ook in Vlaardingen zat, ben ik naar Maassluis gegaan. Had ik 1 avond in Vlaardingen en in eerste instantie 2 avonden in Maassluis, maar dat werd al heel snel uitgebreid. Ja. Nou, kan je zeggen van het is allemaal hetzelfde, maar Schiedammers, Vlaardingers, Maassluizenaren zijn verschillende mensen. Waarin ligt dat verschil? Ja, dat vind ik een fantastische vraag die je stelt. Want ook dit gebruik ik heel vaak naar mensen op les. Wij hebben op dit moment, omdat natuurlijk Schiedam geen dansschool meer heeft en Maassluizen in principe ook niet, krijgen wij zowel Maassluizers als Schiedammers als Vlaardingers op les. Maar vroeger lag dat heel erg gescheiden. En de Maassluizer, dat was iemand die is gewoon recht door zee. Die zegt gewoon tegen je, luister eens, ik vind je een klootzak, maar je kan wel lesgeven, joh. Je bent wel goed in je werk. Ja. En de Schiedammer, die zei, ja, dat is allemaal goed, joh. Ik vind het allemaal prima. Oh, ja, joh, is goed, ik doe wel mee. De Vlaardinger is de kat uit de boomkijker. Die zegt altijd van, ja, ik weet het niet, hoor. Ja, nou, weet je wat, als hij het doet, dan doe ik het ook. Wat waren de hoogtepunten, Alex, in zo'n jaar bij zo'n dansschool? Ja, dat waren de verschillende natuurlijk. Ik vond op zichzelf iedere les al een hoogtepunt. Tegelijkertijd de vrij dansen vond ik een hoogtepunt. Het afdansen was natuurlijk, het testdansen was een hoogtepunt. Schoolkampioenschappen, 3-steden-toernooi was een hoogtepunt. Eigenlijk is mijn hele loopbaan een hoogtepunt. Wat heb je met name geleerd van Kees en Will Sitton? Ja, Kees voornamelijk het feit dat je zaken op een correcte manier, maar wel straight to the point moet doen. Will was meer van de omgangsvormen. Die had meer zoiets van daar moet je op letten. Zorg dat je taal gebruikt enzovoort. En dat was toen de tijd wat extremer als nu natuurlijk. We zijn allemaal wat losser. Sitton was een van de eerste bijvoorbeeld die met kledingeisen het een en ander liet vallen. Dat werd later weer een beetje teruggedraaid toen het langere haar wat in de mode kwam. Maar uiteindelijk ja, waren ze vooruitstrevend. En ja, dat zijn toch wel dingen, als ik het dus gewoon kort moet zeggen, Kees zakelijk, Wim of Wil omgangsvormen. Was er een soort competitie gaande tussen de dansleraar en hun assistentes? Tijdens het gewone normale lesgeven niet. Niet gedurende het gewone pakket, maar dat kwam wel een beetje terug natuurlijk in het 3-steden-toernooi. Het 3-steden-toernooi was toch wel een beetje het idee van Irma en Alex, dat was Maassluis. En dan Gea en Wim, dat was Vlaardingen. En ja, dan had je het driemanschap, Kees en Wil en Dia en John en Hans en later Christa. En daarvoor heeft ook nog iemand gezeten. Maar dan is er ook Marjan, ja. En ja, dat was meer zeg maar de afdeling Schiedam. Ja. En dan, als je het kort ging zeggen, was het eigenlijk heel erg motiverend om je mensen dusdanig zover te brengen dat ze nog een schepje meer gaven, omdat je hoe dan ook Maassluis bovenaan wilde hebben en Vlaardingen. En maakt niet uit wie de tweede of derde werd, maar daar zat die competitie in. We maken een sprongetje. Je zit nu al jaren in Vlaardingen. Wat was de voornaamste reden om hier helemaal te gaan werken? Nou, het is zo dat ik ben een korte tijd nog uit de danswereld weg geweest. Dat had te maken met mijn gezin. Ik zag mijn kinderen enigszins aan de krappe kant, om het zo maar te zeggen. Toen heb ik besloten om even tijdelijk iets anders te gaan doen. Later ben ik teruggekomen. Heb ik wel met Kees en Wil de gesprekken gehad dat ik heb gezegd, ik vind het prima. Want ik werd een soort met troubleshooter. En ik moest daar naartoe en ik moest daar naartoe. En dan
kom je weer in zo'n onrustige situatie te zitten. Dus toen hebben we met elkaar gesproken. En toen kwam er uiteindelijk naar voren dat er mogelijkheid was dat ik op termijn dus een van de zaken over kon nemen. En toen dacht ik nog dat het de Hoogstraat zou worden. Maar ja, Kees heeft later tegen me gezegd, ik ben toch niet achterlijk. Ik ga toch niet iemand zoals jij Paul naast me neerzetten om daar ook dansles te geven. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Wat is nou eigenlijk het grootste verschil tussen bij iemand werken bij Kees en Wil en zelfstandig je Vlaardingen blijven draaien? Nou, als ik heel eerlijk ben, zat daar niet eens zo vreselijk veel verschil in. Wat ik heel erg gewaardeerd heb van Kees en Wil is met name in mijn sluis zit ik op een wat grotere afstand natuurlijk als Vlaardingen. En mijn sluis had weinig tot geen aandacht van hun nodig. Dus eigenlijk was ik daar al een soort van zelfstandig ondernemer. Ik moest natuurlijk wel verantwoording afleggen. Maar ik werd er heel erg vrijgelaten. Het enige wat ik inleverde, ja, dat was natuurlijk de financiën. Ja. Even, je hebt leerlingen en leerlingen, heb ik ook gehad. Wat waren nou markante leerlingen? Ja, de meest markante leerlingen vond ik altijd de mensen die op dansles kwamen en die eigenlijk jou lieten merken dat ze beter waren als jij. Dat kwamen ze je ook soms vertellen, want ze waren vroeger al Zuid-Hollands kampioen geweest. Bestond helemaal niet, maar dat was wel leuk om te horen. Sommigen waren Maassluiskampioen, Vlaringskampioen enzovoort. En die mensen spreek ik nu nog wel eens, dat soort mensen. Want die zeggen, ja, ik heb vroeger gedanst tot en met zilver wel. Ja, die realiseren zich niet dat dat maar 2 jaar natuurlijk is dat ze gedanst hebben. En dat waren wel een beetje de markante mensen. Maar ja, daar heb ik allemaal mee om leren gaan. Ik heb zoveel op me afgekregen wat dat er gaat. Ik ben wel het een en ander gewend inmiddels. Ten slotte. Als je terugkijkt op die periode vanaf nu, we gaan het niet over corona hebben, en het begin, wat staat je dan het meeste bij? Ik ben niet voor 300% dit vak ingestapt, maar voor 500%. En wat mij het meeste bijstaat, is dat in die periode dat je natuurlijk wat jonger was, had je wat meer mogelijkheden om jezelf wat vrijer te voelen, bewegen enzovoort. In de huidige periode is dat eigenlijk niet veel anders. Maar merk je gewoon dat je af en toe een klein beetje meer op een glasplaat staat. Je moet af en toe een beetje voorzichtig zijn met wat je zegt. Mensen verpakken sommige dingen nog wel eens wat anders. Maar als ik het. Dit is wel het uiterste wat ik kan opnoemen. Want eigenlijk is alles leuk. Ja. Met andere woorden, als je het over zou doen, mogen doen, zou je het weer over doen? Ik denk het wel. Ik durf niet volop ja te zeggen, want ik heb nog zoveel andere dingen die ik ook had willen doen in mijn leven. Maar als ik terugkijk, dan durf ik hardop te zeggen dat dit wel een vreselijk leuk beroep is. Je werkt met mensen die voor hun plezier naar je toe komen. Je werkt met muziek. Je bent eigen baas. Dat zijn dingen die zijn eigenlijk, ja, ik moet er eigenlijk één woord voor hebben. Dat is fantastisch.